Dit zijn de Hells Angels van Echten. Wie bent nou die Echten? Nou, dit kunnen we zijn. Pint de Echt. Versierde wagens, veel optredens en 's avonds weer een feestavond in de tent. De hele zaterdag staat in het teken van plezier, maar ook een stukje competitie. Ik begreep namelijk dat jullie een soort onderlinge strijd hadden met de heren, klopt hè? Ja, dat klopt ja. Dat is elk jaar weer een strijd, ja. En wie gaat er dit jaar winnen? Nou, ik denk wij. Ja. Wij winnen elk jaar van de dames. Dat gaat al jaren zo aan, hè? Ja. Dus dit jaar ook weer. Daarom zijn we wel 2 maanden bezig geweest met deze wagen. En de kwaliteit, het resultaat is er. Wij winnen gewoon dit jaar weer. Nou, wij maken alles zelf. En zonder de jongens zagen wij en timmeren wij. Zij huren nog wel eens een ding of kopen iets. Dus, Ja, een beetje vals spelen. Ja, eigenlijk wel, ja. Ik begreep van de dames, want ik was daar net even, dat jullie ook een klein beetje vals spelen. Dat je niet alles zelf maakt. Niet alles. Oh. Nou. Niet alles. Zoals die kandelaar, die hebben wij dan gekocht. Nee, het meeste hebben wij wel zelf gemaakt. Hoor. Het meeste wel. Dus jullie. En die hebben wij ook gemaakt eigenlijk, hè? Wij? Goed. Uiteindelijk gaat dit team er met de eerste prijs vandoor. Voor het 3e jaar op rij. Na een lange middag vol spelletjes en jolijt is het tijd om 's avonds weer richting de feesttent te trekken voor een avondje dansen en gek doen. Ook de zweefmolen van de familie Visser is weer erg in trek. Dit is niet het eerste jaar dat deze zweef hier staat. Nee, ik doe dat al voor hem kijken, 32 jaar voor mezelf. Dus, en ik ben een paar jaar ertussenuit geweest, wegens omstandigheden, maar ik ben toch weer teruggekomen. Ja. Wat is nou de charme van een zweefmolen zoals dit? Ja, wat is de charme ervan? Dat moet je liggen of het ligt je niet. Het is gewoon een sfeer. Ja, toen ik jonger was, vond ik dat geweldig. He? Jonge meisjes erin, een beetje opgegooid en zo. Ja, je kreeg wat schadelerij en zo. Dus ja, het was gewoon. Iedere jongen op de kermis die een andere attractie had, kwam vaak onder de zweefmolen nemen. Oh, maar ook even mee helpen gooien. Dus ja, zo is dat eigenlijk. En ik wist niet anders. Ik bedoel maar, ik ben als klein jongetje eronder gekomen. Hè? De zweefmolen, dat schijnt hier nogal een dingetje te wezen. Die staat hier elk jaar, begrijp ik. Ja. Ja, we gaan zeg maar een soort van traditie. We doen het gewoon elk jaar. Dat vinden we gewoon hartstikke leuk. Ja, we horen wel een beetje bij. Ja, het is ook echt vooral heel leuk als je heel hoog gaat natuurlijk, maar goed afzet. En dan wat spectaculair van. En je ziet nou natuurlijk ook nog mensen hier over de kermis rondslenden die jij nog van jongens af aan kent eigenlijk. Ja, toevallig vanmiddag ben ik hier open gegaan. En toen kwam de oude eigenaar van het garagebedrijf Baas met zijn vrouw. Die hebben hier vanmiddag nog even bij mij zitten praten. Dus ja, dat is... Een stukje reunie eigenlijk ook? Eigenlijk wel, ja. Even weer praten, want daar hadden we vroeger ook wel eens water en stroom van. Ja. En die mensen, die onthouden dat. En dan, altijd komen ze dan in belang als ze mij zien. En dan doe je toch even een praatje, hoe gaat het en hoe is het. Zo werkt dat. Naast de kermis worden de hoofdoptredens vandaag verzorgd door niemand minder dan Jannes en Papa di Grazie. Kom je vanavond ook speciaal voor Jannes? Nee, ik kom hier gewoon voor het bier, niet voor het vee, niet voor de muzikanten of wat dan ook, gewoon voor de gezelligheid. Ik zat even vanmiddag ook op een versierde wagen staan. Wat voor wagen aan jullie? Ah, van de Bukkers. Volgens mij ging het niet zo best, want ik dacht dat we de laatste prijs hadden, maar ach, dat is wel mooi. Ik vond dat jullie er leuk uitzagen met een leuk thema. Ja, vond ik ook, maar zeuren blijkbaar niet. Hoe is dat om met zo'n wagen door het dorp in te gaan? Ja, dat heeft gewoon een aparte sfeer, zeg maar. Je hebt een aparte geur. Ja, heel dom. Iedereen die heeft mooie vlaggetjes overal. En ik had zelf meegedaan met de lopers, hij met de wagens. En De feestcommissie is in ieder geval tevreden over de avond. Ja, de sfeer is perfect in de tent. Er is mooi wat volk en voor mij heeft iedereen goed naar zijn zin. Gisteren was het toch iets rustiger. Maakt vanavond dat goed?
Ja, dat maakt vanavond zeker goed. We zijn gisteren ook tevreden. Het was een mooie avond voor het dorp. En nu is er wat meer volk buiten het dorp ook hier aanwezig. En ja, dat maakt het leuk, maar het overheerst niet. Heb je ook veel positieve reacties gehad van mensen al? Ja, we hebben best wel veel positieve reacties. Natuurlijk, nieuwe dingen zijn altijd wennen. Dus je kan nooit 100% positieve reacties hebben. Maar we mogen toch wel zeggen dat een heleboel mensen deze vorm van feestvieren wel bevalt. Met een goed gevoel naar morgen? Ja, zeker weten. Morgen is echt een dag voor het dorp. Met zeskamp. S'avonds ook weer een zeskamp. En dan de PCV, een lokale radiostation, dat er een feestje van maakt. Het is gezellig met ons eigen dorp. Dat is ook mooi.